try to calm down and behave like an adult. And if you can't leave the chamber, get out. We'll manage without you. De democratie en haar media. And we have to offer them another in Europe. Terwijl Diederik en Samson achterover leunen. Oh, ik krijg er pijn in mijn buik van. Ja, doe eens normaal, man. Can you stay, Mr. President-elect? I'm not going to give you a question. Can you stay categorical? You are fake news. Ja. Lekker zelf normaal. Dat heeft hij niet. Ja, jongen. Dit is een democratisch probleem. Oké, nou dan weet u meer dan ik. Fijn. Goed. Dat is niet zo. Ja. To leave the European Union, you all laughed at me. Well, I have to say, you're not laughing now, are you? Charlie, c'est un magazine satirique, plutôt anard. Ja, mag ik het zo zeggen? Hot dog op. Ik word de minister-president van dit land. De Nederlandse regering helpt mee een klimaat te creëren van demonisering van mijn persoon. En als mij straks wat gebeurt, dan zijn zij mede verantwoordelijk. En dan kunnen ze niet hun handen ervan aftrekken. Je hebt het klimaat mee gecreëerd en dat moet stoppen. Hier is die dan, de uitslag. Grondwet ja, grondwet nee. Ja, 37. En nu? Wij gaan een kop thee drinken, want daar was ik voor bedoeld. De vrije democratie heeft een open en vrij debat nodig. En zeker ook over controversiële zaken. Politics is not a soap opera. Maar dat is de beeldspraak. Dat is de beeldspraak. The epidemic of malicious fake news and false propaganda that flooded social media. Ja, ik weet niet waar dat beeld vandaan komt. Dit klopt. En u bent niet eerlijk. Ik heb geen spindokter. U heeft een nieuwe spindokter. Ja, dat geeft mij ernstig te denken. Ja. Ja, en als je het hier niet ziet zitten, hot dog op. Dictator. En staat u dan wel steviger in uw schoenen? De democratie. En haar media. Bedankt voor het kijken.